Dit is weer een speciale aflevering van Nathalie's Trimvlog. In de trimsalon hebben wij niet alleen honden en katten, maar... Kiekeboe! Een guinea pig, oftewel een cavia. Nou, dan zullen jullie denken, wat moet daarmee gebeuren? Kom maar, kleine stinky. Deze mensen willen de cavia geschoren hebben. Nou, dat gaan we gewoon doen. Hallo. Ik heb hem even op een kleedje neergelegd. Deze komt regelmatig bij ons. Nou ja, regelmatig. Eén keer per half jaar. En vooral ook omdat dat poepgatje, dat willen ze. Kijk, dat zit toch wel een beetje in de vilt. Dat knippen ze zelf weg. Maar zij vinden het makkelijker als wij. Als wij het even wegscheren. Nou, ik doe dat samen met mijn collegaatje Demi. Demi houdt hem vast. En ik ga beginnen. Sorry voor het lawaai. Maar het kan even niet anders. Komt ie, Demi. Altijd. Doe maar een stapje testen. Ja. Het is allemaal een beetje erg. Ja. Doe maar een stapje. Het is heel gezellig. Het is zo gebeurd. Beetje geruststellen. Helaas is er geen makkelijkere manier. Je moet heel voorzichtig. Ja. Hoe jokt die? Ja. Nou, je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn, hè? Want het is allemaal een voetje en zo, het is allemaal klein. Kan ik het ondersteunen? Ja. Het is een vrouwtje. Ja, liefje, we zijn bijna klaar. Zie je dat zo'n dik mormeltje nog is eigenlijk, hè? Leeskuitje wil ik erop, hè? Kroontje. Kroontje. Kom maar, kleine dikke stinkie. Bijna klaar, liefje. Bijna klaar. Stel maar met een leuke verhalen. Oh jee. Nee, doe maar dat zo. Het is ook allemaal een beetje anders. Het is ook allemaal een beetje anders. Ja, handje laten kiezen. Dit ook allemaal mee? Ja, een beetje die haartjes. En dat kroontje weer. Dus, ja. Nou, moet je uitkijken voor de oortjes, hè? Zullen we dat even omdraaien, Marcel? Oh, dat is zeker. Dan kan jij de oortjes vasthouden? Dat is ook niet. Ja, bijna klaar. Oké. Bijna klaar. Bijna stinkie. Bijna klaar. Bijna klaar. Hartstikke. Ja. Ik hoor het echt ook een dik mormeltje. Kan jij maar... Ja, even twee keer aanhouden. Kaviaatjes. Oh, kijk eens. Oh, leg hem maar even binnen, want ik vind ze een beetje eng. Kom maar. Nou, hoe moeten we het dan doen?
kleine tientjes. Ze hebben kleine tientjes, hè. En altijd even opletten dat je daar niet... Nee, dat kan nooit gebeuren. Ja, we zijn bijna klaar. Wat een boot is de kleine schat. Wat is de kleine schat. Nou, laten we tussen die voorbeentjes maar zitten. Het is wel een beetje gestrest. Nou, hier zit nog een lange plukje. Ja. Uitkijken voor de beentjes. Die kant niet. Nee, ik heb een beetje haar. Oké, nou ik vind dit mooi. Ik ga even haar nageltjes knippen. Nou, hier zit misschien nog een beetje veel. Oh, je oor. Ja, bijna klaar, je kleine Sinti. Oké. Hadden we nog een klein kattennageltangetje? Ja, liefertje. Ja. Even de nageltjes knippen. Ja. Dan ben je weer klaar. Twee handen. Zo. Nou, knip nog even een puntje van de nageltjes af. Wat heeft u? Kijk, dit groeit allemaal een beetje typisch hier. Zo gewoon netjes een beetje. Het is heel dun allemaal. Dit is zo klein. Niet te veel, gewoon een puntje. Ja. Ik ga het wel bijten, nee. Je mag mij niet bijten. Doe het nog zeer hoor, als je het bijt. Nou, kom eens. Ik doe alleen dan deze nog even. Die gaat een beetje krom. Nou, potverdikke me. Dat was het. Kom maar, liefie. Nou, gaan we de baasjes bellen. Kaviaatje kort. Ik ben een beetje gestrest, dus we zetten er even op een rustig plekje weg. Dit was weer een leuke vlog. Van Nathalie Strim vlog. Dankjewel, Demi, voor je hulp. Doei!